Ik ben Remus van der Velde, kunstenaar, vooral een tekenaar. Allee, zo zou ik mezelf toch beschrijven. Wat ik eigenlijk doe, is ik maak een soort autobiografie. Die dat bestaat uit tekeningen. Zwart-wit houtskooltekeningen met tekst eronder. Mijn werk is heel narratief zo. Dus vertelt eigenlijk over een soort leven dat ik nooit heb gehad. Dus ik stel me eigenlijk... voor dat ik op plaatsen kom of een aantal dingen meemaak die dat ik nooit heb meegemaakt. Zo. En dat doe ik aan de hand van decors die ik bouw de laatste tijd in mijn atelier. Dus een soort settingsbouw. En daarin scènes speel of enceneer eigenlijk. En die fotografeer en die foto die gebruik ik dan als schets om dan uiteindelijk de tekening te maken. En zo komen die tekeningen tot stand. En dan werk ik samen met een schrijver, Koen Sels, die dan mee de teksten schrijft. En op die manier wordt mijn werk eigenlijk één groot verhaal. Die evolutie van gevonden materiaal naar zelf geanceneerde beelden te gebruiken is eigenlijk gekomen met een reeks over Bobby Fischer die ik maakte. Ik was geïnspireerd door die persoon, de schaker Bobby Fischer. En ik was wat research aan het doen en documentaires aan het kijken. En ik zag dat hij eigenlijk qua fysieke gelijkenis nogal hard, dat hij hard overeenkwam met mezelf. Dus ik dacht van, misschien kan ik even goed die foto's zelf nemen en mezelf daarin plaatsen. En mezelf bezien als een soort Bobby Fischer figuur. Zo. En omdat mijn werk toch al altijd over mezelf ging, die fictieve autobiografie, dacht ik, ja, dan is dat duidelijker dat ik dat ben als ik ook zelf op die foto sta. En dat heeft nog een aantal andere voordelen, dat ik bijvoorbeeld licht perfect kan manipuleren. En, of dat ik mijn vrienden kan mee uitnodigen om mee in dat beeld te staan. Personages die vertrekken eigenlijk vanuit mezelf. Hè. Ik ben het hoofdpersonage in mijn werk, ook met mijn eigen naam, Remus van der Velde. En dan zijn er een aantal mensen die vaak figureren. En dat zijn eigenlijk mensen die echt rondom mij zijn. Zo. Het is een soort mythe dat je als kunstenaar alleen... schepper zijn. Dat is een beetje een romantische visie dat een kunstenaar een soort geniaal persoon zou zijn die uit zichzelf werkt. Zo. Terwijl ik vind dat belangrijk dat een soort gemeenschap is en dat de mensen die mij helpen met die decors, dat die ook op die werken komen af en toe. Of dat Koen, die de teksten schrijft, daar ook op komt. Dus uiteindelijk wordt dat een soort een hele gemeenschap die dat in beeld wordt gebracht. Zo. Normaal vertrek je vanuit een soort vrijheid in je atelier. En verzin ik alles zelf, denk ik na van welke locatie ga ik nu in mijn atelier bouwen. Dus, maar nu ben ik vertrokken vanuit de Cambrinus zelf, dus dat is een vaststaand geheel. Dus in plaats van een café na te bouwen in mijn atelier, zijn we dan toch eens op verplaatsing gekomen naar hier met iedereen, naar Hasselt. Ze hebben hier bijvoorbeeld een cd-reksje en hier hangen posters aan de muur die je zelf nooit zou kunnen verzinnen of die dat je nooit bij elkaar krijgt. Dus moest ik een café bouwen in mijn atelier, zou dat veel meer het idee-café zijn, hè, met een toog en een tap. Maar hier zitten met zo'n concrete omgeving. Zo, hè. Mensen herkennen dat ook als de Cambrinus. Je voelt direct dat zo een cliché-bruin café is. Zo. En in die zin is dat wel... was dat ook wel eens interessant om dat te doen, om echt heel de hoop naar hier te komen. Zo.